Defensieminister Krishna Kumari Mathura is geen voorstander van hervorming van de dienstplicht. Ze sprak journalisten voor aanvang van de ministerraad. De bewindsvrouw benadrukt dat ze wel voorstander is van het hebben van extra capaciteit wat betreft het aantal manschappen. Maar waar we zeker een bijdrage moeten leveren is reserve. Korps, reservistenkorps van het leger. Andere landen werken ermee. En wat we daarmee willen doen is, kijk, extra capaciteit hebben. Als er calamiteiten zich voordoen, als rukwinden zich voordoen, als overstromingen voordoen, dan moeten we capaciteit hebben om lokale mensen te ondersteunen. Dus wij zeggen, laten we een reservistenkorps opzetten, waar we landelijk bijvoorbeeld in districten mensen werven en trainen. En we zijn dan in contact met de mensen, maar we zetten ze alleen wanneer het noodzakelijk is. Dan... Mathura zei verder dat het nog nodig is dat veel mensen betrokken worden bij de ondersteuning van het Surinaams grondgebied in moeilijke tijden. Ze stelt dat er zo verder gewerkt wordt aan solidariteit en versterking van het nationaal gevoel.